partners van TVL Sportarena CNS Oliver en Bloemenhuis het Kwekerieke. Ja, hartelijk welkom bij de Sportarena. En ook in deze Sportarena geen zwarte pieten, dat vond de VN te discriminerend. Maar wat we wel hebben is de wereldkampioen handboogschieten, Mike Slusser. Ja. Verder in deze uitzending de assistenttrainer van MVV, Koekie Voren. En we hebben de aanvoerder van Fortuna Sittard, Johan de Boer. En zoals eerder week hebben we natuurlijk ook een club van de week. En dit is deze keer sportclub Susteren. Hey. Ja. En namens de club, een hele grote club aangeschoven. Kevin Hofman en Jos Wakkers. En ik zeg het bewust, een hele grote club. Hoe zijn al die leden, Jos? Ja, hoe zijn al die leden? Volgens mij veel te druk. Te druk? Veel te druk. Met die zijn aan het schminken, Zwarte Piet. Dat kennen we nog. Je denkt dat hij nu allemaal voor de tv zit eigenlijk al. Ja, dan zitten ze te vroeg. Dan zijn ze te vroeg. Ietsjes te vroeg. Heren, welkom even. Jos Stig, vicevoorzitter. Ja. Kevin, speler van het eerste team. Ja. Wat is Sportclub Susteren voor een club? Ik bedoel, ze spelen eerste klasse. Dat kampioen geworden pas. Maar een beetje gezellig clubje. Ik vind het zeker een gezellig clubje. Dat moet ik ook elke avond als we training hebben gehad. Dan geeft de muziek, dan geeft weer open. Dan geeft de tap, dan geeft open. Dat wordt een goed fiasco gevierd, joh. Ja. Dus de derde helft is goed verzorgd bij je. De derde helft is meestal goed verzorgd, ja. Jos, je hebt een ontzettend groot complex. Wie voor leden telt je? Ja, groot. We hebben tussen de 650 en 700 leden. Dat schommelt af en toe wel een dat beetje. Dat is behoorlijk, hè? Dat is voor de regio is dat een grote club, ja. Ja, dan is eerste klasse is netjes. Ja, zeker netjes. Dat vinden we zelf ook. We vinden ook dat we eigenlijk ook een toezwaren. Maar het is niet een doel ten koste van alles. Dat hebben we ook al eens gezegd. En we willen op onze eigen manier de vorm nemen. Maar we vinden de jeugd ook heel belangrijk. En er wordt ook heel veel aandacht aan besteed. Ja, wordt je ook aandacht aan besteed is aan vrijwilligers. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de eerste foto. Ja. Als we de materiaalman in beeld hebben. Ja. We zien hem hier. Wat kan je daarvan vertellen? Ja, eigenlijk dat is Gerrit Armans. En ik heb bewust deze foto uitgekozen omdat hij stuit een beetje symbool voor de vele vrijwilligers wat we in de club hebben. Van de andere kant is het ook het boekbeeld van de club. Ik denk dat bijna elke tegenstander en voetballer in Limburg hem wel kent. Er moest er altijd langs. Hij had altijd zijn zaken prettig verzorgd. Hij is dat erin? Die zit nog bij veel orkluster. Van het veld af, de bal inleveren. Nou, dat vult me met. Dat vult me met, denk ik. Hij is best kritisch. En hij is ook heel let op zijn spullen en dergelijke. Maar van de andere kant, hij heeft zelf zoveel metgemaakt en met gewoon aan het spel. En hij weet precies wie er om het gaan. Ja. Het is geen de boeman. Een gouden kracht voor de club. Een gouden kracht. Die moest met zijn team. Hè? Met zijn team. Dat moet ik wel hebben ze gelegen. Ja, ik geloof dat daar nog een hoop vrijwilligers voorbij komen bij een foto. Maar we gaan eerst naar de tweede foto. De kampioensfoto van afgelopen seizoen. Dat is grote promotie daardoor van de tweede klasse naar de eerste klasse. Ja. Tig was erbij. Ik word erbij, ja. Ik heb gelijk om erbij te mogen zijn, ja. Welke positie speelt ze? Ik speel eigenlijk rechtsveur. Rechtsveur. Dus de mos, de voorzitter geven en af en toe een gulke metpikken. Nou, prima verwoord eigenlijk. Er niks aan toe te voegen. Gewoon wel geluk voor jou, ja. Ja. Maar het is wat het meestal is, het is een teamprestatie. Hè? Dus, dat zeggen die betaald voetbalspelers ook als ze hier zijn. Ja, inderdaad. Die kregen ook mediatraining. Dus, hebben ze nog meer open deuren of niet? Nee, dit wordt hem niet. We hebben dus een foto gezien van de kampioenen van de B1 en van het eerste. Ja. B1 is ook kampioen geworden vorig jaar. Die zijn nu in de vierde divisie gestart. Is ook netjes? Ja. Het is volgens mij ook nog nooit voor gekomen. Nee. En voor ons wordt ook 35 jaar geleden dat we eerste klas speelden. Dat is voor mij ook een tijd geleden. Dus, ja. Het is ook wel een prestatie. Ja, maar die 6-10 prestatie, waar baseert ze dat op? Dus mij is alles kampioen, nou, dan gaat dus alles goed. Ja, nou, dat ging het ook, ja. Maar het jaar ervoor zijn we dus echt met een team echt begonnen. Veel nieuwe spelers eigenlijk. Vrij jong team eigenlijk, ja. De keeper is dan 39 jaar of 40 jaar. En de laatste man is 30 en de rest is allemaal de honger. Maar is het dan nog veel eigen volk? Hoe het Susteren direct? Dat zit er denk ik wel aan te komen. Jawel, we zijn nu binnen de selectie zijn we met 5-6 man, denk ik. 5-6-7 man, denk ik, van Susteren, ja. En ook het eigen jeugd. En daarna hebben we een combinatie. En het gros van de mensen, Kump, Asset en Proud Server, wat ons gezag wordt vreemder, die komt nu echt.
goed dezelfde gemeente. Ja, 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 dat, is, ja dat, is, dat vind ik nog wel. Dat is niet dat je ze van heinde naar ver ronselt. Nee, helemaal niet. Ze zijn al geïntrigeerd in Nederland. Ja, de meeste voetballen nog wel 6-7 jaar bij ons. Ja. Wie draait je dit jaar met? We staan nu 7 is het over. Twee jaar gewonnen, twee jaar geleden, twee verloren. Dus middenmoot, niks aan de handje. Ja, nou, niks aan de start, door wordt heel prima, vind je? Ja, dat vind ik ook. Ja. Door aan de beker, dus. Ja. Perfect, perfect. Ja. We gaan naar de volgende foto. Volgens mij vervolg op die medewerkers, vrijwilligers, wie moet ik het zien? Ja, beide. Hè. We hebben uiteraard dus een grote organisatie. Ze hebben ook wel wat mensen wat ze toch aan het hoogste centje moest toestoppen. Hè, volgens de vrijwilligersregeling en wie er allemaal voor zijn en dergelijke. Maar dat noemen we dan medewerkers. Maar in wezen horen we dit termen gaan door elkaar. Het zijn allemaal vrijwilligers en ook medewerkers. En deze foto hebben we gemaakt bij het 74-jarig bestaan, nu alweer toch 4 jaar geleden alweer. Ja. En, nou, we hebben een poging gedaan om ze ja, bij elkaar te krijgen, maar dat is eigenlijk ook toen niet gelukt. Dus nu staat Oenoog niet met z'n van man. Toen waren we er met Gert mee, maar het is, ik denk, 2/3. Daar komen we van bij. Het is wel mooi als ik tegen huur wie groeit gezind op uw vrijwilligers. Het is zo moeilijk om nog genoeg vrijwilligers te krijgen. Het is lastig in deze tijd, moet ik zeggen. Maar we mogen ons gelukkig prijzen dat we er gelukkig nog gewoon heel veel hebben. Ja. Ja, en dat is denk ik de kracht van de club. Super, ik zei net al, je hebt een geweldig sportpark. Dat blijkt denk ik ook uit de volgende foto. Als ze de teams van Nederland en Engeland onder 19 klaar staan voor het volkslied. Ja. Wanneer was dit? Dit is 2 jaar geleden inmiddels. En dat is gekoppeld aan, dat is misschien ook wel bekend bij een aantal u. Zeker bij de voetbalclubs in de district. Dat weer op het eind van het seizoen gastheer zijn voor de KNVB. Voor de zogenaamde Dag der Kampioenen. Ja. Dat is dus eigenlijk alle bekerwinnaars van de jeugd en in alle categorieën spelen dan hun finale wedstrijden op het complex. En dat is een geweldige, schitterende evenement. Is dat, hè? Ja. Er komen heel veel mensen, duizenden mensen komen er af. En dat is eigenlijk als een beetje als apotheose, als afsluiter, hebben ze altijd een schone wedstrijd. We hebben de bekerfinale van de A-jeugd van PSV en Ajax ook een keer bij ons gehad. Okay. Dus wat dat betreft, en de KNVB is super tevreden over de organisatie en de accommodatie. Ja, dat is met zoveel vrijwilligers natuurlijk wel aan u toevertrouwen. Ja. We gaan dan naar de laatste foto. Jij doet zelf ook heel actief de voetbalweek, als ik goed heb, in augustus. Ja, ja. Misschien kan ik dat ook gedaan. Ja. Dat is eigenlijk de Peter van Wessen voetbalweek, ja. En volgens mij is dat nu... Doet Peter zelf ook met? Ja, we zouden misschien nog wel willen, maar... Ik denk dat het er goed voor verzekerd is. Ik denk dat we snel reclame maken, dan zeg ik al net zelf ook met. Nee, volgens mij is die nu bijna 10 jaar oud. De 11e, hè? De 11e keer. En vergat nu. Ja, dus het is gewoon heel leuk om de jeugd allemaal op morgenmiddag met de fiets er naartoe te zien gaan. En om die eigenlijk 4 dagen lang constant met voetbal bezig te zijn. En die komen echt wel uit de hele omgeving. Die komen wel uit de hele omgeving. Te zien, Meer dan 200 deelnemers. Meer dan 200? 200 deelnemers. Zo, dat is knap. Ja. Ja, en er staan allemaal van die attracties waar ze met voetbalspellen kunnen doen. Ja, dat is de opening. Ja. Ja. Echte parade bij de opening. Ja, ik merk het al. Je eert de vrijwilligers, je hebt de jeugd goed hoog in het vaandel. Ja. De mensen uit de eigen deur. Het komt helemaal goed met Sportclub Zuster. Daar gaan we vanuit. Ik wens u heel veel succes en bij de volgende keer heel veel luie hier achter met je namens de vereniging. Als je het gezin hebt, kom eens ongetwijfeld. Dankjewel. Applaus voor jezelf, Sportclub Zuster. Ja. Wij gaan verder met voetbal. Wij gaan verder met de assistent-trainer van MVV met Koekie Voren. Die trouwens de veldtraining verzorgt. MVV heeft de weg naar de top van de ranglijst ingezet en nog een moeizame start van het seizoen. Op de trainingen zien we dat trainer Tini Ruijs vooral observeert en het veldwerk evolueert aan parttime assistent Koekie Voren. Ja, en dat vind ik de klasse van Tini natuurlijk weer. Dat hij toch uit hand durft te geven. Want we zien ook wel eens hoofdtrainers die dat niet willen of durven. Hem wel. En dat is ook zo. Als ze zelf training kiest, dan hebben ze minder het overzicht als ze bijvoorbeeld neutraal zijn en de steeds te observeren. En dat is Tinus, en dat vind ik ook fijn, want anders had ik het nog niet gedaan. Want dit is ook wat ik hier dan een training geven. En dat is ook wat Koekie Voren kent en wat er al jaren duidt: trainingen geven. En dan maakt het hem weinig uit of dat een training is voor spelers van MVV of voor de Sterren van Oranje. Ja, dat geluk heb ik wel gehad. Dat ik inderdaad met de beste voetballers, zeker van Nederland, maar ook zelfs een paar van de wereld, heb mogen trainen. En dat is natuurlijk alleen maar fijn als ze dat kind toch eens overbrengen op een minder groep. Maar dan toch proberen dat bij te brengen. Dat ze zelfs op dit niveau toch nog iets beter kunnen worden, jongens. Tini Ruijs kende Voren natuurlijk van uw Fortuna-periode. Toch waren het geen vriendendienst om Voren aan de trainerstaf toe te voegen. Ruijs had een specifiek doel voor zijn assistent.
ik noem net al Brian Smeets, Antonio Stankov heeft het lastig gehad met mij. Dan is Cookie toch wel een soort vaderfiguur die mij enorm kan helpen. Want waar de een hard moet zijn, moet de ander weer opbouwen. En dat doet Cookie uitstekend. Cookie is een hele vertrouwelijke collega. Ik ken hem natuurlijk al heel lang. En hij heeft ook nog eens een hele hoop ervaring opgedaan. Dus ja, hij is heel welkom binnen onze club. Voren werkt op basis van een onkostenvergoeding. Kum dus bijna voor niks nog klein geuzeld. Bij de uitwedstrijden is ze zelden aanwezig en let op verzoek van PSV-trainer Philip Cocu de tegenstanders van PSV analyseert. Dat heb ik te danken ook aan Philip. Ik denk wel door mijn werkwijze en dat ik gewoon met hem om kan gaan. En hij heeft me dat gevraagd of ik dat wou doen en dat vond ik hartstikke leuk. Ja, nog Cookie Voren is het tijd voor een heuse wereldkampioen die hier aan tafel is aangeschoven. Hartelijk welkom, Mike Slusser. Wereldkampioen handboogschieten. 10 dagen geleden, als ik het ongeveer 2 weken geleden in Belek in Turkije. Vertel. Ja, vet. Vet, ja. Vet gewoon. Ja. De kums uit Wüstenrade. Ik heb hier de maandag nadat ik wereldkampioen ben, heb ik in het programma gezegd uit Wüstenrade te vroeg. Wim Kremers, mijn collega, hoe ligt dat? En ik zeg, in Zuid-Limburg, ja, maar ik wist het niet, maar wow. Net even voelender. Dus voerenaal. Oh, ik wil net zeggen, dat weet ik nog niks, maar de voerenaal. Oké, okay, dat is inderdaad, dan zat ik met Zuid-Limburg liggen. Klopt. Ik was 19 jaar. Volgens mij is het goed dat je voor de tweede keer met het senioren WK. Klopt. Met welke doelstelling ging ze naar Belek? Met eigenlijk een top 8 te halen. En eigenlijk ook wel een hopen tot op een podiumplek. Maar daar heb ik eigenlijk een beetje gehoopt om met een team te doen. Althans, dat ging eigenlijk van de veur over dat mijn team. Dus ik ga gewoon wel het teampodium halen. En, maar dit keer wordt het individueel raak. Ja, die hopte dus al op een top 8. Mm-hmm. Dat vind ik voor een van 19 eigenlijk al, dan heb ze zichzelf al hoog zitten. Klopt. En terecht blik achteraan. Ja. Kun je beschrijven wie dat toernooi gaat? Je gaat met het team, normaal heb je vanaf Schiphol zijn gevlogen. Klopt, ja. Je komt in Antalya, Belek ligt dan even. Mm-hmm, klopt. We hebben met de bus naar het hotel gebracht. Dan zit ze in die chique hotel staan. Klopt, ja. En dan de dag erna is de officiële training. Dus moesten trainen dan. Dan wordt alle borgen gecontroleerd. Of de t-shirtjes groot door zijn. En de dag erna begint de kwalificatieronde. En daar hebben we een top 8 gekwalificeerd. Dus daar hebben we direct een... Hoeveel punten had ze geschoten? 708. 708. En kent ze uitleggen hoe dat puntensysteem werkt? Dan kunnen ze per piel maximaal 10 punten halen. Mm-hmm. En het is 72 pielen. Dus maximaal score 720 punten. Dan heb ze aardig geschoten in de kwalificatie. Klopt. Ja. Ja. De kwalificeert zich als 5e, geloof ik? Ja, klopt. Dan ga je ze terug naar de hotelkamer. Mm-hmm. Dan ga je ze op bed leggen. Wat geeft er dan al door de geer? Ja, ik ben sowieso wel een top 32, want ik heb bias door mijn goede kwalificatieronde. Dus dat is wel fijn. Dus dat is dan een extra dag rust om die groot voor te bereiden op die finale rondjes. Dat is wel fijn. Je werd er niet nerveus van, dat bedoel ik? Nee, dat niet. Nee. En wie gaat dan verder? Want dan is het eind tegen eind. Ja, vanaf dat moment. Ja, klopt. Wat hebben we dan nog? Kwartfinale, halve finale, finale of achtste onder? Achtste ook nog. Ja. En wie krijgt ze er achter? En 16 ook nog. 16, oké. Okay. Ja. Dus we hebben ze nog 5 moeten winnen dan. Mm-hmm, klopt. Ja. Ja. En dan kun je steeds een stapje. Ging dat makkelijk? Wat was de moeilijkste? De moeilijkste was eigenlijk wel de eerste ronde. Want dan won ik maar met 1 punt. Oké. Okay. En het was 138, 139 won ik. En toen schoot ik 144, 138. Maar toen begon het weer heel slecht te werken. Toen vorig won ik met 134, 128. En 133, 126. Twee jaar wordt slecht. Je zit bij de discipline compound vanaf 50 meter. Klopt. Boete. Toen zei ze straks, ik vond dat niet erg dat het weer slecht wordt. Hè? Klopt. Het is echt wel mijn dingetje, een beetje in wind zitten. Waarom is dat die ding? Ik weet niet, ik ben er gewoon goed in. Ik weet niet waarom, of wie of wat, maar... Omstandigheden die ze toe zo hebben. Ja, precies. Het rijd ik best wel vaak in. En ja, ik ben er gewoon sterk in. Ja. Dan ga je ze uiteindelijk naar de finale tegen een zeer goede Fransman. Klopt. Waar ik de naam niet meer van kan uitspreken. Pierre-Julien Deloche. Pierre-Julien Deloche, een hele mooie naam. Ja, klopt. En desting hoger aangeschreven als dich. Ja, zeker. Ik kom eigenlijk een beetje als de underdog eigenlijk...
is dat niet lekker in de finale? Dat ze wets van niks mot. Eigenlijk heb ik mijn doel al bereikt. In principe waar, maar daar zou ik zeggen van ja, ik wil eigenlijk wel bewijzen dat het niet zo is. Weet wel. Dus toch kwam er ook wel een beetje druk op van ik wil hem echt pakken. Weet wel. Ja. Dat gebeurde? Ja, klopt. Dat gebeurde. En wat is dan de ontlading? Ja, groot. Wie uitzicht hebben? Niet. Dat weet ik niet, elke dag. Ik sprong echt heel blij. Juichen, soepen. Nee, dat niet. Ik sprong wel echt gaan in de log. Het is weer een belangrijke goal maken door voor Stieser doet, maar gebeurt dat ook dan? Nee. Gelukkig, maar we zijn angstig tegen elkaar. Springt dan op dat moment ook het team is met zich mee. Die stonden aan te moedigen. Die lopen allemaal, die rennen naar zich toe. En op de schouders? Of, ja, dat lijkt me wel geweldig. Klopt. Dan... door nog een feestje s'avonds in Beelek? Ja. Of moest je gelijk weer het vliegtuig in terug? Nee, voor mij de dag erna nog een keer finales. Met het team en andere boog. En die moesten nog geschoten worden. En toen de dag daarna zijn we vertrokken, ja. Ja, dus heb je niet genoeg gehad om wel eventueel een feestje te vieren? Maar? Ja, eventjes gevierd. Dat zeg je. In die all-inclusive hotels was het glad gewoon. Klopt. Door niet gehad. Maar dan komen ze toes. En dan heb ze een mail van koning Willem-Alexander. Klopt. Dat lijkt me heel, heel apart. Ja, ik gewoon nog door. En toen Wat stond erin als vervolg? Hij feliciteerde me van Noetzien Functie. En dat is maar mooi, van Noetzien Functie. Ja. Stinkt dat er echt zo vanuit mijn functie? Nee. Als koning van de Nederlanden. Ja. Of der Nederlanden. Der Nederlanden, ja. Gewoon felicitatie, kort en krachtig. Ja, klopt. Ja, dat is even goed prachtig. Ja, zeker. Wat hebben ze ermee gedaan, mail? Met de mail, die heb ik gewoon opgeslagen. Uitgeprint, opgehangen? Nee, ik heb de brief heb ik later gekregen. Ook de, zeg maar, de zware brief van hem. Ja. En dat is gewoon de papieren versie, zeg maar. Ja. Dus, Hey, en dan ben ze terug en dan wet ze dat ze een week later naar China mocht voor de jeugd-WK, want dan mocht ze ook nog gaan meedoen. Klopt. Maar dan denk ik, zeg, een week, dat duurt me nog best wel lang. Ik ga nog even aan een paar regio... aan een regio-kampioenschap of zoiets met hem. Een regio-wedstrijd, ja. Een regio-wedstrijd. Ja. Dat vond ik zo mooi. Ik kom terug als wereldkampioen. En stap twee dagen later of drie dagen later bij een regio-wedstrijd even in. Dan ben je toch een echte liefhebber, of niet? Ja, dat klopt. Ik, doe het echt voor, ik vind het gewoon leuk om te doen. En ja, ik denk dat dat ook wel een beetje een sterk punt is. Dan. Als het leuk vindt te doen, dan is het ook echt steeds beter in. De reis nog naar de jeugd-WK. En daar had ze het net over dat ze in de 16e finale, geloof ik, met eindpuntverschil won bij de senioren. Nu gebeurt het in de 16e finale. Is precies het tegenovergestelde eigenlijk. En nog extremer. Ja. Ik hou een gelijke stand. En dan moest ik shoot-off zitten. En dan is zeg maar, het belangrijkste dat ze kort in de midden shoot. Ja. En dan verloor ik op 2-3 mm. Ja, dit shot is begonnen in het team. Ja. Maar de Belgen was ze tegen speelden. Of speelden ze tegen shots. Ja. Dus je wordt hem nog perfecter in het klopt, team. Ja. Dat liet me pijnlijk. Maar wie reageert ze dan? Wie geeft ze dan mee om? Ja, in het begin wou wel even balen van ja, ik ga wel graag gewonnen natuurlijk. Want dan ben je toch de wereldkampioen senioren. En dan wil ze zeker nog een keer duntjes overdoen bij de junioren. Maar helaas lukte dat niet. Ik wil me dat voorstellen. We zien nog de beelden wie ze aan het mikken best achter. Die ademhaling, wie belangrijk is die? Heel belangrijk, maar dat is wel heel persoonlijk. Bijvoorbeeld heel veel lui houdt hem in. Ik ook natuurlijk. Of ja, natuurlijk. Maar ook heel veel lui doet een heel rustig uitademen. En dat vinden ze iets fijn. Dat is gewoon een persoonlijke voorkeur. Ja. Maar de mos is in ieder geval iets met die ademhaling doen. Dus op de inhouden of op het uitblazen der piloten gewoon. Ja. Dan moest ze zelf met spelen. Liet me lastig. Ik ken sowieso heel moeilijk stil hoor. Ik zeg altijd die darters. Ik weet niet of dat topsport is, maar de meisjes die drinken een stevige van tevoren, als ze de hand stiller hebben. Heb jij dat ook? Nee. Dat ze stiekem aan de neut zitten? Mocht niet. Mocht geen alcohol nuttigen tijdens de wedstrijd. Nee. Dus, of voor de wedstrijd ook niet. Het is ook echt topsport, want die trends gewoon door de weg. Gewoon op Papendal in Arnhem. Ja, klopt. Hoeveel uur maak je dan? Ik train daar 4 dagen in de week. En dat is dan 4 uur per dag ongeveer. Ja. En dat betekent nummer gaan niet 4 voor cheten. Dat is wat moesten ze allemaal doen? Nee van het cheten. Nee van cheten. Ik doe 2 keer in de week krachttraining en 3 keer in de week conditietraining. Ja. Oh, dan maak ze, hoeveel uur maak ze dan in de week voor die sport? Ligt eraan of ik in de weekend wedstrijd heb. Die tikken normaal best wel aan, want dat zijn 10 uur per dag. Nee, maar trainingsuren. Trainingsuren, dat zijn er
rond de 20, 24, denk ik. Ja, dat noemen ze dus topsport. Mm-hmm. Kent ze dat van leven? Ja. Ja, het is moeilijk. Er moest allemaal wel een klein bijbaantje bij hebben. Daarvoor hebben ze zeg maar, een A-status van NOC-NSF. Ja. En dan kreeg ze zeg maar, geld van een stipendium, noemen ze dat. Mm-hmm. En sponsoring, gaat dat goed? Het gaat nu goed omdat je gewonnen hebt natuurlijk. Ja, dat is de wereldkampioen, ja, mensen. Precies. We kennen je echt niet meer sponsoren. Ja, precies. Ja, dat kan vertellen. En verder is er ook toernooigeld? Als ze wereldkampioen werd, kreeg je dan ook een premie van de organisatie? Of? Nee, helaas niet. Maar is het dan wel zo dat ze dan nou, als ze aan toernooien, als ze zich vragen voor toernooien te commerciëren, dat ze dan die gage hoger is? Of is, speelt dat bij jou? Ja, wel. Dat kan wel, ja. Nou, dat is mooi. Mm. Dit hebben ze het onderdeel compound gedaan. Mm. Dat is niet Olympisch. Klopt. Waarom is dat niet Olympisch? Wie zit dat? Ik denk dat het gewoon een beetje te modern is. Dat nog, ja, dus de handboogscheten zit al heel lang bij de Olympische Spelen. En toen dat die het waren, compound nog niet. Is een beetje, het originele handboogscheten is een beetje oudbollig, wil ze zeggen. Ja, nee, dat niet, maar gewoon een beetje traditioneel. Ja. En waarom is dit moderner? Wat is het verschil? Je zet zeg maar controle aan en dat zorgt dat de bocht gaat preciezer en sneller is. En ja. Ja, deze zoals al vaker gehoord hebben. Als ik een handboogscheten denk, dan denk ik toch aan Robin Hood. Mm-hmm. En dan denk ik ook gelijk van dat kan de sport ook een beetje sexy maken. En doordat het nu sneller is geworden, mm-hmm. denk ik dat dat er toch ook wel mee te maken heeft, of niet? Een beetje sexier sport gemaakt. Ja, ik ken best, ja. Is er nog een kans dat zich daar naar Rio geeft volgend jaar, in 2016? Er is misschien ook nog wel een kans dat misschien nog geaccepteerd gaat worden, maar de kans was steeds met de dag kleiner. Ja, dat zou toch jammer zijn, hè? Ja, op zich wel, maar... Hebben we een wereldkampioen, mocht er niet naar de Olympische Spelen? Klopt, ja. Wat is die volgende doel? In januari is ook wereldkampioenschappen indoor dan. Ja, dit was outdoor en Beelijk, nu is het indoor. Ja. En waar mocht ze dan her? In Nîmes, in Zuid-Frankrijk. Ik heb ze vooral, hè? Ja, klopt. Wat een leven, geweldig, super. Ja. En wat is dan die doel? Ook winnen natuurlijk. Kijk, zo wel met u. Mark Slusser, ik wens je heel veel succes en reinig je van een grote proficiat. De wereldkampioen handboogscheten. En met deze super wereldkampioen uit de eigen provincie gaan we er even tussenuit voor de reclame. Partners van TVL Sportarena zijn S. Oliver en Bloemenhuis het Kweken Rieke. Welkom terug in de Sportarena en je huurt ze nog steeds in de bomvolle Sportarena Sportclub Zuster als club van de week. En inmiddels aangeschoven, heel vertrouwd, Thomas Stukzetten. Thomas, inderdaad. Welkom. Dankjewel. Maurice. Hier zijn we tegen nog veel reacties gehad op vorige week. Ja, best wel eigenlijk. Ja. Doe ook? Ja, dat ik dat niet had mogen zeggen over die kapsel, dus bij deze mijn excuses. Oh, dat is een heel leuk kapsel. Dank je. Ik stond trouwens ook fout vorige week, want ik zei tegen de SVC tegen RVU stond 1-1, maar dat stond een 0-0. Maar het werd wel 1-1, hè? Ja, snap ze? Dat is dus het hele kennersgedeelte. Ja. Maar dan komen we dadelijk op bij de toto. Ja, is goed. Dan komen de echte kenners naar boven. Maar goed, we kijken eerst altijd terug naar het weekend, dat doen we eigenlijk standaard. Hè. En afgelopen weekend was heel veel bekervoetbal en dus is toch altijd dat er clubs die hoger in de klasse spelen, dat die problemen hebben bij lege geclasseerde clubs. Ja. Nou ja, dat verwachten we al eigenlijk een beetje bij EVV. Ja, maar daar ging het dus niet mis. Nee. Wieso? Nou ja, we hadden zoiets van die hoeven normaal het spel niet te maken. Nee, klopt. Maar ja, goed, eerst zelf, die had het vrij simpel. Eerst zelf kwamen ze met 3-0 voor. En de tweede helft deden ze het rustig aan. Tegen wie speelde die ook alweer? Simpelveld. Simpel, dus het was een simpele overwinning voor EVV. Simpele overwinning. En dat vond de trainer Leigh Beckers ook. Gezien we daar een foto van. Dat is ook aardig onderuitgezakt te kijken. Zijn assistent had de telefoon in handen. Dus misschien een berichtje te sturen van wat eten we vanavond. Dus, hier is even hem. Ja, dat is even hem. Kijk. Ja, maar ja, dat zijn mooie momenten om even een tukje te doen. Zeg. Ja, en het staat op camera, dus geen spel tussen. Zie zich achter de deur uit? Nee, helemaal niet. Die foto's gemaakt door iemand. Jim Everleen trouwens, de vader van Jeroen. Ja. Dan gaan we over vorige week. Minor tegen Heidebloem. Ja, Minor Heidebloem. Dat was eigenlijk een beetje de bekerkraker, zeker in het zuiden. En ja, iedereen dacht Heidebloem.
ambitieuze ploeg. Maar het werd minder. En eerste helft ging enigszins nog gelijk op. Tweede helft Heidenbloem toch wel de beter. Ja. Maar via Mino penalties. Minor Heidenbloem het gelijn, voor de duidelijkheid. Ja, voor de duidelijkheid, sorry. Hij gaat even de piemel te vermelden. En via penalties wonnen ze. Dus ik had Pedro Rikse dan nog aan de lijn en zei van ik durf nooit te kieken met penalties. Dat werd hem altijd gaat te veel, de trainer van Minor. Ja goed, en ze gaan door. Dus ik ben benieuwd hoe ze de volgende ronde tegenkomen. Maar zo was ook in Noord-Limburg, bij Blerik tegen Rezia. Rezia Blerik, wel een looi. Ja, we hebben vorige week Blerik besproken. We hebben ze vorige week een paar ver in die reet geduwd. En dan gaan ze nou in de vierde klas ertoe. Ja. En dan, nou ja, dus weer gebeld hè, met maar de trainer ik, van. Ik heb gehuurd dat ze maar met 5 man worden. Dat kent nee, niet nee, nee, is echt, en serieus Maries, dat is ongelooflijk. Ja, ik belde met de trainer van Rezia, de heer Van Os. En dan zei ook, ja, we hebben zoveel geluk gehad. Er was einde richtingsverkeer. En echt ongelooflijk dat die niet gewoon met 5-6-0 hier weg zijn gegaan. En zie je ze in één keer aan de goal gekomen. Ja, ik wist niet wat ik wilde. Want normaal hebben ze altijd trainers die wel een beetje... het realisme kwiet zijn. Precies, maar hij was super realistisch. En dan zei hij echt van, ja, we hebben één kans gehad. En die ging erin. Ook in de penaltyreeks vlogen ze het roet. Ja, ja. Goed. En Bevo, ook vierde klasse tegen derde klasse SJV Deurne. Precies Bevo hetzelfde. Bevo Beringen. Ja. Ook precies hetzelfde. Dus ze blieven, met dat bekervoetbal blieven ze toch altijd verrassing haaien. Ja, ik vind dat wel leuk, dat bekervoetbal. Ja, nee, absoluut. De loting is op 4 november. Ja. Ja, hoe moesten die volgen? Wat denk ze? In de wandelgangen.com. Oké, okay, ik hoef al niks meer te zeggen. Ja. Nou, we gaan naar Heksenberg toe, want daar blieven de problemen toch komen. Het hele verhaal is een beetje bekend. Heksenberg moet van de gemeente weg van haar oorspronkelijke sportpark. Dat wilden ze niet. Een investeerder wilde het opkopen. Nou ja, dat loopt nu echt hoog op in de hele politiek. En ze hebben nu gezegd van Heksenberg, Gimmelt weg. En je kunt bij Mezenbroek op het oude complex van MSP, die zijn in 03, die zijn nu al lang die voetballen daar al niet meer. Ja. Zouden ze eigenlijk moeten voetballen? Maar was afgelopen zondag de bedoeling? Dat was afgelopen zondag de bedoeling. Maar dat kostte sowieso geen doorgang vinden. Want de doelpaal werd, wat zullen we zeggen, doorgezaagd. Ja, je ziet zo. Ja, dit is eigenlijk voor de F'jes, hè? Ja, dit is dus een bestuurslid. En die zeggen gewoon van, ja, veel laten ze niet zomaar wegsturen. En aankomende zondag staat er weer een wedstrijd op het programma. En ze zeggen bij deze al van, ja, we gaan gewoon niet spelen. Dan werd het staken of afgelasten. Dus, maar kan de KNVB hier dadelijk ook ingrijpen? Ja, dat weet ik niet. Kijk, weet ze, als om die politieke dingen gewoon, Maries, dat weten ze toch niet altijd. Ja, maar de politiek moest niet de zwarte piet toeschuiven in deze tijd, hè? Nee, dat leuke woordspeling. Doe nog dankjewel. Ja, mocht je zakken weer. Maar nee, kijk, weet ze wat het is? Ze zeggen tegen Heksenberg van, je moet weg, midden in het seizoen. Dan scheep ze een club met een probleem op. Ja, ze bieden een alternatief. Heksenberg wil dat niet. Ja, en ze zeggen gewoon van, dan voetballen van niet. Ze hebben een fantastisch eigen complex natuurlijk. Ja, ze hebben een investeerder. Ze hadden een meerderheid in de raad, wat op het laatste moment omsloeg naar een eindeman tekort. Precies. Een toezegging van het college. Eigenlijk is hij toch een enige sympathie voor Heksenberg op zijn plek. Ja, maar goed, de gemeente wil er gewoon niet aan. En zondag zal er echt niet gevoetbald worden. Dus KNVB... Maar wat zegt de KNVB dan? Ja, de KNVB zegt niks. Die moeten dat misschien nog gewoon bespreken. Maar de wedstrijd werd dan gewoon afgelast of gestaken en later ingehaald. Maar ja, dan zal ze als club toch ook wel weer een sanctie verkrijgen. Dus het werd er, het klinkt een beetje lastig, maar het werd er al niet vermakkelijker over Heksenberg. Heerlijke politiek. Wordt echt vervolgd. We gaan naar wat leukers, want we gaan naar de eerste periodetitel. Dit zit er echt aan te komen. We gaan nu 7e speelronde in. Officieel is het 8 speelrondes, maar sommige clubs kennen nu al hun... een periodetitel vaststellen. Ik zoog dat ze hele leuke statistieken hadden. Ja, vorige week statistieken, deze week statistieken. Ja. En hoe belangrijk is de eerste periode met betrekking tot het kampioenschap? En ik wil best even terugblikken op vorig jaar. Hebben we toevallig de 6-3 de club van de week. Eerste periode liepen ze op een hoorn mis, want Mino pakte vorig jaar de eerste periode door. En ze werden wel kampioen. Statistieken hebben we in beeld. Dus statistieken blijkt dat die de eerste periode winnen, 24% werd kampioen. 22% promoveert via de no-competitie. En 53% griept alsnog neer voor alles. Precies. Dus eigenlijk werd ze... Dus de eerste periode wil zeggen, even grofweg zwart-wit. Ze eerste periode wint, 50% kans op promoveren. Ja, met die no-competitie doe je wel. Ja. Ja, maar 24% of 40% is dan het kampioenschap. Dus vaak zeggen trainers van ja, we moeten gewoon voor die eerste periode vol. Nou, ik zou het toch een beetje breier trekken. En gewoon, ja, maar dat vind ik toch zo'n onzin. Voor die 22 wedstrijden of 24 wedstrijden per seizoen gisteren weer zondig vol. Ja, nee, zeker. Heb ze ook gelijk in. Maar ja, de statistieken wie ze doet. Ja. Ja, is toch zo?
Ja, ja, ja. Ja, dus dat is verder. Vaak is het zo als ze de eerste periode winst, dat het mentaal door, dat ze daarna denken van dat ze met minder hetzelfde resultaat behalen. Klopt. En dat is niet zo. Nooit geweest, zal nooit zo zijn. Precies. En wij gaan verder, want we komen bij IJsde, of lief een beetje in het zuiden. IJsde tegen SVME. We hebben dat toen de derby toen, hè? Derby. Nou ja, met de trainer, de scheidsrechter bij zich reden. En zeiden, ik wil wisselen. Wim wilt gewisselen. Ugh, meteen de scheidsrechter. Ja. Nou, Roy Kaart, nou, dat vonden wij wel humor eigenlijk. Veel vonden dat leuk, joh. En SVME volgens mij ook wel. Maar goed, ze hebben dus dat restant, hebben ze zonder vlagger, hebben ze verder gespeeld. Ja, en... ja, de scheidsrechter wou niet dat immers anders de vlag overnam. Dat is op zich wel raar. Ja. Want als er een grensrechter geblesseerd raakt of ziek, of hij werd weggeroepen omdat zijn vrouw ligt te bevallen, ja, of de buurman is ineens op bezoek bij zijn vrouw, dan komt er ook een andere. Ja, dat is helemaal gelijk. En kijk, SVME heeft natuurlijk wel erop aangedrongen om een andere grensrechter te laten aanstellen door hem. Maar hij weigerde dat. Dus puur bron SVME. Hij zal wel gezag hebben, de weigerde verder te vlaggen, dan hoeft er ook nemers te vlaggen. Ja, goed, wat er precies gezag heeft, maar is een weide gewoon niet. Dat is een scheidsrechtersissue. Maar dat werd nu allemaal onderzocht, want de SVME die hebben echt een zaakje ervan gemaakt. Dus dat is een brief, daar heb ik hier veel mee gelegen. En eigenlijk zijn de drie kernvragen. Kan en mag een scheidsrechter een wedstrijd met maar één assistent mag die gespeeld worden? Nou ja, ik weet het niet. Wist u het? Nee, is de kernvraag niet, is het feit dat er geen grensrechter op het let was, is dat van invloed geweest op het wedstrijdverloop? Nou ja. Als dat antwoord nee is, best klaar. Nou ja, SVME zegt van wel, want er vallen twee doelpunten, discutabel nog... nadat de grens weg is. Dan hebben ze dus een punt. Ja, dus ze hebben er een punt. En ja, het is natuurlijk ook zo van... ja, wie gaat dat dan verder? Mocht dat wel? Mocht ze officieel een grensrechter weigeren als scheidsrechter? Nou, dat wordt allemaal onderzocht nu. En, dus er is een kans dat er overgespeeld werd een gedeelte van de wedstrijd vanaf dat moment dat de grensrechter... Ja, absoluut. Die kans is er. Als er gewoon geen heldere regels voor zijn, dan kan het best wel eens zien dat er die minuten ingehold werden. En toen sting het volgens mij 2-1 voor IJzer. Dus er is nog alles mogelijk. Ja. Komend weekend is ook weer alles mogelijk. De Toto! En de best op stomen komen. Ja, jong. Hey. Het gaat steeds beter. Ik zeg diesel. Het binnen de diesel. Ja, absoluut. Inderdaad. Maar de echte kenners die stonden sowieso wel. We hebben daar een mooie ranking. Die stonden op een onoverbrugbare achterstand, wil ze zeggen al. Sowieso, kijk. Ja, dit is trouwens de Toto. Welke wedstrijd had je gekozen? Ik had er 3 uit gekozen. Ik Zwalmen. De won mijn zus, dus tegen? Ik denk dat heb ik wel gehad. Tegen PSV 35. Goed, Postrol. Ik kom er ook eens een keer een profclub. Oh, is dat Postrol? Ja, jammer. Maar ik had, ik denk 3-1 voor Zwalmen, dus overwinning voor Zwalmen. Echt? Nee, niet voor echt. PSV kan postrol. Maar voor Zwolle. Okay. En daarna heb ik FC Kerkrade West. 1-1. Oké, okay, ja. Schreef op. En dan Sportclub Leeuwen. Dat is hier, dat is de club van Harry Gommans, hè? Ja, klopt. Ja, oud club. Tegen Halen. Dat is toch wel een leuke derby. En ik denk ook 1-1. Sportclub Leeuwen staat niet zo heel hoog volgens mij. Goed, klopt, wat zegt dat? Nou, middenmoot. Ja. Ik zei ze ook, maar gaat volgens mij doen. Helemaal niet. Maar ik vind die toe is altijd sterk. Leuk complex, echt leuke mensen. Zeker, onder de rook van de papierfabriek. Halen volgens mij de favoriet in de wedstrijd, maar 1-1. Ja, oké, dat gaan we doen. Dus de rest van de wedstrijden vullen we dadelijk in. En ik kan de mensen weer zien op de maar de zei, ik ben op stoom. Hoe stond ik in de tussenstand dan? Ja, dan moet je even kijken. Ik heb een mooi printje gemaakt. Kijk, hier is deze. Ik stond nog onwel dicht, wie kent dat? Ja, dat zal... Veel zicht heb pas op zondagavondje. Nee, maar dat kan sowieso niet meer eens. Oh. Maar dit zal het hele seizoen wel een beetje zo blijven. Maar ik gewoon echt richting de... Volgens mij plaats 36 of zo. Ja, noem even de koplopers, dat is wel leuk. Ja, Tommy G staat... maar dat zijn allemaal nicknames. Tommy G staat als koploper. Oké, okay. Ja, dat duidt ook niet eens de echte naam. Alleen weer 2. Eindestijd in de top 5. P. van Duinen, Patrick van Duinen. Ja, van SVC. Ja. Dekkers voetballen. Ja. Maar goed, alles is in op in de wandelgangen. Zondag ook de livescore weer live volgen. Dat is ook, dat blijft ook altijd wel uniek. Hè. We zijn de enige in Nederland amateurwedstrijden. Live duidt hoe ze live kunnen volgen. Ja. Dus het weer een druk weekend. Hoi eens op de hoogte en Geert, tot volgende week. Tot een stuk zetten. Dank je. Ja. We blijven nog even bij het voetbal. Ik had het al gezegd in de aankondiging. We maken een uitstapje naar Fortuna Sittard. En dat doen we met de aanvoerder van Fortuna, Johan de Boer. Welkom gast op het trainingsveld van Fortuna, Mark van Bommel. Hij traint regelmatig mee bij zijn eigen club, gewoon omdat zijn lichaam erom vroeg. En de Fortunezen leren enorm veel van hem. Het is gewoon juist door simpel te voetballen bereik je het meeste. Dus
Hij laat gewoon zien dat het ook het moeilijkste is om gewoon simpel te voetballen, maar dat dat het effectiefste is. En dat er gewoon toch wel heel veel bij komt kijken als je dat wil bereiken. En in de coaching, in de beleving, al is hij gewoon hier gewoon eigenlijk gewoon meer om gewoon een beetje fit te blijven, laat hij toch wel zien dat hij gewoon ieder partijtje wil winnen. Mentaliteit is er, dus daar kan iedereen van leren. Jij ook, daar ben je redelijk op leeftijd als voetballer, maar ook jij leert dus gewoon van dit soort voetballers. Ja, uiteraard, in alle eerlijkheid met de CV dat hij heeft en eigenlijk gewoon de clubs en zijn carrière. Dan, zelfs als je 31 bent, net als ik, dan kun je nog genoeg van opsteken. Het is iemand die eigenlijk gewoon een voorbeeld voor iedereen is hier op het veld. Dus hoe oud en hoe jong je ook bent, je moet er gewoon altijd goed naar kijken en goed naar luisteren, want hij heeft het gewoon toch wel bereikt. Als team wordt Fortuna er ook beter van. Het team draait nog niet super, maar heeft te maken gehad met wat vernieuwing. Verjonging ook, dus er zijn ook jongens die gewoon eigenlijk gewoon even mee moeten maken wat het is om Jupiler League te spelen, wat toch wel een pittig niveau is. Even aan wennen en ja, dan moet je op elkaar gespeeld raken en dan duurt gewoon even een paar wedstrijden zoals ik aangeef. En nu begint het een beetje te draaien qua resultaten. En nu moet het voetballen nog gaan volgen, want het voetbal is op dit moment nog niet je van het. Dus moest ze simpel voetballen en truc gewoon naar de basis. En dat is... Dat is gewoon eigenlijk gewoon de nul houden. Wat ons voorgaande 2 jaar gewoon eigenlijk ons sterkste punt was, was gewoon heel weinig tegendoelpunten. Nou, dan moesten we gewoon even terug zien te vinden. En we vinden gewoon de laatste paar wedstrijden gewoon terug. We hebben 2 keer de nul gehouden. Dus dan zie je dus dat je gewoon de wedstrijden niet verliest in ieder geval. En nu is gewoon een zaak dat we gewoon eigenlijk de kansen die we creëren gewoon eigenlijk verzilveren in doelpunten. En dan win je gewoon de wedstrijden weer. Maar gewoon stap voor stap weer gewoon oppakken. Ja, en met Johan de Boer zijn we aan het einde van deze Sportarena. Ik bedank de Club van de Week, Sportclub Susteren. Heel veel succes. Ja. Volgende week een nieuwe Sportarena. En dat schuift onder andere MVV-trainer Tini Ruijs aan. Thomas is er ook weer bij. Bedankt voor het kijken. Geert, tot volgende week. Hoi. Partners van TVL Sportarena zijn S. Oliver en Bloemenhuis het Kweken Rieken.